Ja, ik vond het een leuk WK. Echt waar? Ja, ik vond het een leuk WK. Ik vind voetbal altijd leuk. Dus ik kijk gewoon naar voetbal. Ik vind voetbal een heel leuk spelletje, nog steeds. Ik vind het begint weer steeds leuker maar, te vinden. Maar zie jij, als er zo'n muur wordt opgebouwd, hè? Buiten strafschopgebied. Hoe vaak zie je nou een speler, echt twee spelers passeren? Drie spelers? Nee, dat gebeurt niet meer zo vaak. Maar moet je als coach maar iets verzinnen waardoor je die muur slecht. Dat is kijk, je kijkt niet graag naar ploegen als Rusland, Zweden. En Frankrijk is eigenlijk ook natuurlijk redelijk verdedigend. Maar ja, dat is een beetje een golfbeweging in voetbal. Iedereen denkt, als je een wat mindere ploeg hebt, ja, dan kan je de boel opengooien. Maar dan ga je gewoon met 5-0 de mat af. Dat is al de hele hedendaagse voetbal. Er wordt overal nu compact gespeeld. Maar jij wilt toch ook met je ploeg weer, je wilt toch met Marokko weer winnen? En wij gingen niet compact, wij gingen vol druk zetten. Ja, maar overal, we hebben het iedereen moeilijk gemaakt. Nou, Marokko, we hebben verdiend om te winnen. Maar je lag eruit. Spanje. Nee, lag eruit. Dat kwam door de VAR. Ja, die hersenschudding is nog niet omlaag gewerkt, heb ik indruk. Ja, ik heb zo vermoeden. Nee, maar ik heb wel eens minder.